Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, ik zag al dat je voor de deur stond. Oh echt, leuk dat je kijkt. Welkom bij weer een nieuwe video. Zoals je misschien wel kan zien, we zijn niet thuis. Maar we zijn gezellig een weekje op vakantie in Italië. En eigenlijk in deze video ga ik je gewoon even een dagje meenemen. En ga ik laten zien hoe je ook op vakantie gewoon in shape kan blijven. Voor als je het je trouwens afvraagt, we zitten aan het Gardameer in Bardolino. Heerlijk dorpje. En we zitten in dit leuke, prachtige appartementje die je nu gelijk even te zien krijgt. Koffie. Kijk eens. Kijk eens wat een prachtig, prachtig koffietentje we hebben uitgekozen. Ja, kijk eens hoe leuk. Leuk. Wat een sfeervolle tent. Wauw. Kijk wel de bergjes. Nee, we zitten inderdaad even een koffietje doen bij het tankstation hier. Onze Airbnb zit hier een straatje achter. Dus dichtstbijzijnde plekje waar we even een bakje kunnen doen. En het wordt een pre-workout koffie, want we gaan zo even trainen. We zijn hier sinds maandag, het is vandaag donderdag. En dit wordt de eerste keer dat ik ga trainen. En ook op vakantie doe ik het qua training iets rustiger aan. Maar ik probeer wel, als ik hier een week ben, want we zijn hier 9 dagen in totaal, dat ik in ieder geval gewoon even 2 keer per week ga. Even full body trainingen pakken. En dadelijk wordt dus de eerste. En dan ga ik zondag of zo nog een keer. Yeah. Like the attention, girl, I know you. Know you. But you're everything I want in life. Yeah. We're fighting danger like kung fu. Kung fu. The love I feel is deep inside. The others don't matter. It's honestly us against the world. We're the perfect team. You're my dream, and I just want it. If you ever need a helper, hey, you should know that I'll be there day and night. Nobody else can love you better. I'm here just to treat you right. You're the reason I'm alive. You're the only pain I can endure. But when you're not here, we hebben dus hierachter hebben een Airbnb en deze spa is echt op 1 minuut lopen van ons huis ofzo. Dus we zijn van de week al een paar keer geweest om even wat boodschappen in te slaan. Het is wel chill dat je dan gewoon iets van normaal eet in je koelkast en dicht hebt. Maar we gaan nou even lekker broodje halen. Ik ga lekker klaar. Ik weet ook niet dat Italiaans af en toe gewoon een soort combinatie tussen Spaans en Chinees klinkt. Ja, maar ik vind het wel heel mooi. Ja, dat wel ja. Kijk even dat randje. Aardbei. Die toch? Ja, lekker. Die zijn er net vers in gedaan. Ja, hard ook hoor. Post workout meal. We hebben dus 2 van deze broodjes gehaald bij de Spar. Met een beetje kalkoenfilet en een beetje sla. En daarnaast hebben we ook nog allebei zo'n hierbroodje. Eet smakelijk. Eet smakelijk. Mmm. Zo, goed brood, gek. We zitten natuurlijk in Italië. En Italië, prachtig land met heel lekker eten. Maar Italië staat nog niet echt bekend om het meest gezonde eten, zeg maar. Nou ja, daar zijn we wel achter gekomen de eerste paar dagen. Naast dat het hier vrij lastig is om, zeg maar, op je calorieën te letten. Omdat overal, maakt niet uit als je een normaal broodje wil halen, overal gaat heel veel olie overheen en is gewoon heel vet. Dus dat is al lastig. Maar daarnaast is het gewoon hier, ja, het is gewoon bijna niet te doen om uit normale voeding, zeg maar, je eiwitten te halen. Vandaar dat we ook deze hierbroodjes erbij nemen, zeg maar. Deze zijn gewoon 25 gram eiwit en je hele koelkast hier ligt vol met allemaal dat soort dingen. Je kan hier ook nergens gewoon even een omeletje halen of zo. Alles wat je dan hier kan halen wat enigszins hoog is in eiwit, dat zijn dan van die broodjes met echt van die Italiaanse ham. Maar ja, die is dan ook weer fucking vet, weet je wel. Dus vandaar dat we nu maar dachten van joh, we lopen even langs de Spar. En we hadden daar wel gewoon wat. Anders is het helemaal niet te doen.
Wat een leven zeg. Lekker hè? Helemaal onder. Met wat ook kruimels. Dat is wel lekker. Genieten. Oké, okay, het is nu kwam weer echt helemaal opengebroken. Dus wij gaan zo even lekker bij het meer liggen. En die maaltijd die we net trouwens hadden gegeten, dat was ook echt het ontbijt. Want dat was om 12:00, dus nu 12:30. Ja, dat was de eerste maaltijd die we hadden gegeten. En dat is iets wat we sowieso doen na deze vakantie en eigenlijk altijd als we weg zijn. Is gewoon intermittent fasting. Omdat zeg maar de maaltijden die je eet over het algemeen wat hoger zijn in calorieën. Dat je op die manier gewoon wat calorieën opspaart. En begrijp me niet verkeerd, ik ben echt niet zo heel streng op mijn voeding. Zeker deze vakantie eet ik gewoon waar ik zin in heb, drink ik gewoon mijn drankjes. Alleen juist daarom, als je het nog enigszins binnen de perken wil houden. Zou intermittent fasting wel iets zijn wat ik altijd zou aanraden als je dus in shape wil blijven op vakantie. Kijk, en dit is wel top. Deze bedjes staan gewoon bij de Airbnb. Dus die kunnen we gewoon pakken. Dus die kunnen gewoon mee. Wop. Oh. Ah, dat is best prima. Kijk, dit is toch top. Mooi hè? Oh. Lunch is gearriveerd, dat was ook wel nodig, want we hebben alleen die broodjes thuis op. En het is nu 4:15. Dus ik heb hier een broodje met tonijn en tomaat. Tess heeft precies hetzelfde en daarnaast hebben we er ook nog een frietje om te delen. Kom op! Yes, 3,50. Lekker man. Lekker potje jetsé, je kan natuurlijk ook niet ontbreken. En daar hebben we wel lekker uitzicht bij, moet ik zeggen. Oké, het is inmiddels 6:15. We hebben eigenlijk gewoon de hele middag bij het meer gelegen. Lekker geswommen, lekker gechilled. En we zijn nu weer even terug in het appartement en we gaan even snel wat kleins eten. En dit bedoelde ik dus met je ijskast gewoon inslaan met een beetje eiwitrijke dingen. Omdat het in Italië lastig is om aan je eiwitjes te komen. Deze heb ik de laatste tijd, of de laatste paar dagen, heel veel op. Dit zijn gewoon van die yoghurtjes met een beetje krusli granola-achtig. 200 calorieën per stuk en 20 gram eiwit. Dus daar ga ik er één van nemen. En ik ga nu voor die met aardbei. Want ik nam steeds die met chocola. Die was sowieso top. Maar ik ga nou deze even proberen. En daarbij neem ik dan even een appeltje. Want we hebben ook gewoon wat fruit ingeslagen. Ik zal even kijken hoe groot deze appels zijn trouwens. Lijkt wel een meloen. Kijk, tuurlijk, je moet er niet vanuit gaan dat je op vakantie in een land als Italië heel veel gaat afvallen, weet je wel. Maar wil je enigszins je shape behouden, dan is samen met intermittent fasting dit wel een van de dingen die ik je altijd zou aanraden om te doen. Zorg gewoon dat je enigszins normale dingen in je koelkast en in je keuken hebt, weet je wel. Ik eet ook gewoon lekkere dingen. Ik heb vanmiddag ook gewoon een broodje en een frietje op en vanochtend gewoon een lekkere broodje op. Ik ga dadelijk ook heel lekker eten, want we gaan dadelijk ook uit eten. Alleen tussendoor, ja, probeer ik er dan wel voor te zorgen dat ik enigszins normale dingen binnenkrijg die hoog zijn in eiwit. Vandaag gewoon zo'n proteïnjoghurtje nu en gewoon een appeltje. In plaats van dat je dan denkt van ja, ik ben op vakantie, ik laat even alles los en ik trek een heel pak koekjes open, weet je wel. Want dan loopt het samen met al die andere maaltijden, kunnen je calorieën wel heel erg hoog oplopen. Ben je het er mee eens of wil je nog wat anders kwijt? Wat zei jij? Dat je zeg maar, als je op vakantie bent en je wil een beetje in shape blijven, ja? Dat je dan er altijd voor moet zorgen dat je gewoon die eiwitdingetjes en wat fruit in je dingen hebt staan in je keuken in plaats van koekjes en zo. Heel erg mee eens. Ja toch? Neem lekker een kiwi. Wie? En we gaan dus vandaag wat eten in Bardolino. Dat is ook gewoon een plaatje waar we zitten. En dat is ook wel het leuke aan het Gardameer, weet je. Er zitten zoveel gewoon van die leuke dorpjes omheen. Dat je elke avond in principe ergens anders heen kan. En wat ook leuk is waarom we hierheen zijn gegaan. Is dat zowel ik als Tess ben hier vroeger als kind heel vaak geweest. En dan niet specifiek in Bardolino, maar wel om het Gardameer heen. We zijn van de week al naar Garda geweest, naar Lazis. Gisteren zijn we dan ook nog een dagje in Verona geweest. Vandaag dus gewoon eten in Bardolino. Morgen naar Peschiera. Dus dat is wel leuk dat je dan elke keer ergens anders naartoe kan. Ja, ik vind het goed. Wil je fietsen? Dat is ook leuk. We hebben dus ook fietsen bij de Airbnb. Maar wil je fietsen? Ja, ik wil. Tessa heeft een beetje outfitcrisis. Dus die wordt een beetje chago. En ik heb een beetje honger. Heb je nou een outfit?
Oh. Ja, ze is ook pas anderhalf uur bezig. Niks! Ben ik alleen zo druk bezig met mooie shots maken dat ik best kwijt ben. Oh, die staat daar. Hoi. Hoi. Heb je het gevonden? Ja. Waar dan? Ze hebben daar en ze hebben daar. Maar die tent lijkt me leuker. Deze? Maar voor pasta of voor bruschetta? Voor bruschetta. Nou, dan gaan we hier toch gewoon even een bruschettaatje doen. Ja, mensen zijn wel helemaal aan het avondeten. Ik ken ook. Maar ze hebben hier misschien ook wel gewoon goede pasta's. Dan kunnen we gewoon blijven zitten. Dat ziet er wel leuk uit. Zullen we dat gewoon doen? Gisteren was echt, we hebben zo fucking lekker gegeten, jongen. Zijn er natuurlijk het eten geweest, het was echt top. Ik heb echt, en dat meen ik serieus zonder te overdrijven, de lekkerste pasta gegeten die ik ooit heb gegeten. De lekkerste bruschetta gegeten die ik ooit heb gegeten. En ik nam een hapje van Tessa lasagne. Mam, sorry, jij maakt hele lekkere lasagne, maar deze was echt fantastisch. En sowieso hebben we gisteren wel echt een lekker dagje gehad. Lekker getraind, lekker gechilled, lekker gegeten. Dus nou ja, in mijn ogen een ideale dag op vakantie. Dit was in ieder geval de video voor vandaag. Ik hoop dat je een beetje een leuke video vond. Ik hoop dat je een beetje een kijkje hebt gekregen in mijn vakantie, hoe ik het altijd doe. En ja, wat ik zeg, ik hoop dat je het een leuke video vond. Doe even een duimpje omhoog, zodat ze was. Laat beneden een reactie achter. Als je nog wat anders kwijt wil, abonneer als je nieuw bent. En dan check ik jou weer in de volgende. Mazzel!